Rinus van Kanthout, goed om je hier te zien bij Blekemolen voor de traditionele jaarterugblik, mag ik wel zeggen. Zometeen ga jij ons volgens mij nog kartles geven, ga je ons pijn laten leiden, maar voordien terugblik op het seizoen. Ik wil ditmaal eigenlijk beginnen met 5 korte dilemma's, waar we dan later in het gesprek op terugkomen. Te beginnen het jaar, het IndyCar-seizoen als geheel. Als je daar een stempel op moet plakken, geslaagd, niet geslaagd, wat zou het zijn? Geslaagd. Geslaagd. Ja. Klein stapje naar januari. Stip aan de horizon, 24 uur van Daytona of 24 uur van Le Mans? 24 uur van Daytona. Volgend jaar IndyCar, minimaal 2 overwinningen of top 6 in het kampioenschap? Top 6 met overwinning of niet? Nou, vooruit kunnen we. Oké, ja, top 6 in het kampioenschap met een overwinning. Lange vooruitkijken in IndyCar. Als je moet kiezen, ik weet jij gaat ook hier zeggen allebei, maar Indy 500 winnen of IndyCar kampioen worden? Indy 500 winnen. En een klein brugje naar Colton Herta later. Maar vooraan strijden in de IndyCar Series of middenmoot Formule 1? Vooraan strijden bij de IndyCar Series, natuurlijk. Dit ging vrij soepel, hè? Ja, heel makkelijk. Geen twijfel? Nee, helemaal niet. Geen twijfel. Als we beginnen met het seizoen. Ik weet nog, wij spraken elkaar begin dit jaar. Toen zei jij, hè, we hebben veel gewerkt. We hebben nu qua setup overal een plan B voor. Als alles mee zit, kan ik top 8 in het kampioenschap eindigen. Uiteindelijk 12e, net als het jaar ervoor. Hoe kijk je dan terug? Daar had misschien wel iets meer in gezeten als je de pech buiten beschouwing houdt. Zeker, als je kijkt als in die 500 dubbele punten, daar nul resultaat, ja, dan komen die hard aan. Ik denk als je de pech eruit haalt, had er ook echt een top 8 in gezeten. Dus ik denk dat ik helemaal niet ver vanaf zat. Dus daarom valt eigenlijk het eindklassement best wel tegen voor mij. Maar uiteindelijk wel tevreden met het afgelopen seizoen. Hele mooie dingen laten zien. En ook heel veel punten gezien waar ik op kan verbeteren voor het aankomende jaar. Twee momentjes wil ik eruit pakken. Ik denk twee momentjes waar ook iets meer in zaten. Te beginnen de race waar in Nederland ook verreweg de meeste aandacht voor is. Namelijk de Indy 500. Was voor jou een grote teleurstelling. Hè? Je zei na afloop meteen na de crash van ja, volgens mij is er iets afgebroken. Ook een onderzoek ingesteld. Is daar iets uitgekomen? Was er daadwerkelijk iets afgebroken? Nog steeds niks uitgekomen. Maar ik heb wel beelden gezien van Scott Dixon. Als je inzoomt zie je gewoon mijn auto. Anders dan andere ronden, daar zag je helemaal niks. Zie je echt een vonk onder de auto vandaan komen. Ja, een split seconde voordat ik crashte. Dus. Dixon die achter jou reed. Ja, dus het gebeurde zo vroeg in de bocht en zo abrupt. Dat kan niet. Voor mij dat moet gewoon iets afgebroken zijn. Ericsson wint die Indy 500. Ik zal heel eerlijk zijn, ik had hem niet per definitie op mijn lijstje. Ik ook niet. Nee, jij ook niet. Maar als je naar je eigen pace kijkt, wat was er voor jou mogelijk geweest? Overwinning. Als je kijkt, ik was uitgeschakeld. Nou, toen Dixon schakelde zichzelf uit met te snel in de pitlane. Maar volgens mij was het een communicatieprobleem met Palou. Nou, eigenlijk de top 3 contenders waren gewoon weg. Ja. Ja, en daarna kwam Marcus Ericsson. Dus niemand had dat verwacht, denk ik. Had ook weer een mega verschil gemaakt voor de eindstand in het kampioenschap. Als je ziet hoe lang Ericsson uiteindelijk mee kan doen in de titelstrijd. Ja, hè? Mega. Ja, tuurlijk. En het zijn dubbele punten. Dat zeg ik. Eén overwinning ziet eruit als 2 overwinningen. Ja. Maar 1 keer 33ste. Want dat was het. Is dan ook 2 keer 33ste. Dus dan, ja, mis je zoveel punten. Tweede momentje dat ik eruit wil pakken op papier. Is dat het hoogtepunt, hè? Barber, pole position, podium. Toch proef ik, als jij over Barber praat, altijd wel wat gemengde gevoelens, hè? Klopt, ja. De kwalificatie was mega in Barber. Zeker rondje neer. Ik echt, het was gewoon echt. Ja, er een strik omheen en het is helemaal klaar. En daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. En toen die race eigenlijk helemaal top, op één momentje na, waar ik iets te voorzichtig was, iets terughoudend was met Patricia Ward. En ja, daardoor 3rd geworden. Nog steeds een geweldig resultaat, alleen er had meer in gezeten. Dus weer. Ah, shit. Ja. Dus ook weer van geleerd. Dat zijn van die momenten waar ik heel veel in de toekomst heel veel aan zal hebben. Je zei in het begin, ik heb vooral heel veel geleerd en het team ook. Als we die twee dingen uit elkaar splitsen, hè, eerst jezelf. Wat zijn dan dingen die jij geleerd hebt en die je meeneemt naar 2023? En er toch wel een klein beetje die kleine dingetjes, zoals dat laten remmen in Barber. Dat ik toch wel hard op de remmen kan als ze warm zijn. En allemaal, het zijn hele kleine details in voorbereiding die ik even net iets anders kan doen, zodat ik net even iets beter voorbereid ben. Dat soort dingen. Dus we zijn nu ook eigenlijk met het team de hele
elke race van elk raceweekend van training 1 tot de laatste ronde van de race echt op detail seconde voor seconde terug aan het kijken. En kijken wat we goed deden, wat we minder goed deden, het team en ik. Dus dan vind je altijd hele kleine dingetjes die toch beter kunnen. Nou ja, en wat de mensen thuis denk ik niet weten, want je denkt allemaal het is zo high-tech en alles wordt tot op de milliseconden geanalyseerd. Maar jij hebt volgens mij nog gewoon een ouderwets notitieboekje toch voor jezelf? Ja, klopt. Ik heb gewoon ooit op het vliegveld een notebook gekocht. Een klein notitieboekje. Ja. Heel simpel. Wat staat daarin? Waar moeten wij aan denken? Een afstelling, aanpassing die ik heb gedaan, die we hebben gedaan, die ik heel goed vond. Dat ik echt dacht van, dit is de hele grote. Die zet ik erin of iets waarvan ik dacht, dat is helemaal niks. Nee. Die zet ik er ook in en wat het deed en wat voor gevoel het mij gaf en of het mij meer vertrouwen gaf. Dat is ook wel heel belangrijk. Maar ook dingetjes zoals een curbstone, pak hem helemaal of niet. Zeg maar allemaal kleine trucjes per circuit. Volgend jaar terugkom dat ik door mijn boekje heen lees. En dat ik me op die manier zeg maar helemaal inlees met mijn eigen ervaring. Nou, dat is natuurlijk voor jou individueel. De andere zijde daarvan is natuurlijk het team. Ja. Ik zou het bijna willen samenvatten als hoge pieken, diepe dalen. Consistentie was er misschien niet altijd het hele jaar door. Toch heb jij besloten om je contract te verlengen, om het team langer trouw te blijven. Ja. Leg uit waarom. Het Carpto Racing heeft me natuurlijk de kans gegeven om mezelf te laten zien in de IndyCar. Het is een heel loyaal team en ik wilde ook loyaal naar hun zijn. En ik denk dat voor de toekomst dat ik mij het best bij hun kan ontwikkelen. En ik kan best wel een stuk verbeteren nog en het team ook. En ik denk dat we elkaar de ruimte daarvoor geven. En de sfeer binnen het team is gewoon heel goed. En na 3 jaar ben je best wel, kan je best wel jezelf zijn binnen het team. Dus ze weten wat ze mij moeten geven. Ik weet wat zij nodig hebben qua feedback. Dus ik denk dat we elkaar alleen nog beter kunnen maken. Ja, en dan zien we in de Formule 1 heel vaak hè, dat teams dan ook, dat gaat heel geleidelijk, maar richting een bepaalde coureur worden gebouwd. Wat bij Red Bull in optima forma zo is met Max Verstappen. Maar is dat ook bij jullie ook een beetje het geval, dat jij merkt dat team steeds meer om jou heen gebouwd wordt? Zeker, ja. Het is wel één ding. Connor en ik kunnen niet met dezelfde auto rijden. Dus mijn auto in Barber kwam Connor niet mee. Qua setup en dergelijke. Nee, qua setup. Dus dat zijn van die dingen, de ontwikkelingen worden gemaakt in een losse auto waar ik van hou. Dus zeg maar, die worden in die kant ontwikkeld, aangezien er toch op die manier meer resultaten geboekt worden. Dat is ook wel iets waar, toch? Ja, in de zeker. Toekomst dat jij de main focus point bent. Precies, dat is ook heel belangrijk. Je wil op zijn minst gelijk materiaal hebben, of beter. Je wil natuurlijk nooit tweede rijder zijn of derde. Qua silly season is het ook misschien eerlijk om te zeggen dat qua het moment, maar ook hoe de rijdersmarkt zich verder ontwikkelde, dat dit ook nog niet per definitie het moment was voor jou om een andere stap te maken? Ook niet. Nee, er was natuurlijk heel veel gaande in de IndyCar. Een soort Piastri gate, maar Blue gate. Dus er was heel veel gaande en ik zag het gewoon als een hele goede kans om gewoon door te gaan met de ECR. Ik zie gewoon, voor mijn toekomst zie dit er gewoon verder weg het beste uit. Jij noemt Piastri Gate, is eigenlijk onbedoeld een perfect bruggetje naar een andere man die in de Formule 1 in de silly season een rol speelde, IndyCar-coureur Colton Herta. Was zelfs de voornaamste gegadigde om Pierre Gasly op te volgen. Ja. Helmut Marko had hem eerder op de radar dan Nyck de Vries. Uiteindelijk geen superlicentie gekregen, dus ging het niet door. Hoe heb jij die hele saga gevolgd en vooral het feit dat iemand die 7 races heeft gewonnen in de IndyCar-series geen superlicentie krijgt? Ik heb het al een beetje gevolgd, maar niet heel erg. Ik weet nog wel, volgens mij was het Mid-Ohio. Had hij net getest in die Formule 1. Toen zat ik naast hem met de handtekeningstest, dus hebben we een beetje over gepraat. Maar ja. Wat zei hij trouwens? Of ging dat over de silly season of meer over de auto? Meer een beetje over hoe voelt de auto, wat is anders. Als coureur denk je dan van, oké, hoe goed zijn de remmen en dat soort dingen. Dus daar een beetje over gehad, maar ik ben niet heel erg mee bezig geweest. Ik vond het interessanter dat misschien Andretti de Formule 1 is gegaan. Ja. Wat is jouw mening daarover? Want die worden dan, hè, dat weten wij dan, politiek gezien tegengewerkt door onder meer Toto Wolff. Dat ze zeggen, heeft misschien niet per definitie meerwaarde voor F1, maar hoe zie jij dat? Heeft Andretti wel meerwaarde voor de Formule 1? Ik denk het wel. Het is een echt Amerikaans team. De naam Andretti is synoniem met autosport, ja. Met autoracen. En volgens mij hadden ze een paar jaar geleden toen bekendgemaakt dat volgens mij 200 miljoen betaald moest worden om je team een nieuw team in te schrijven. Nou, als ze die regel maken, moeten ze aan de regel houden.
Dan betaal je dat. En dan is dat zeg maar de drempel om erin te komen. Dus ja, ik zie het een hele mooie kans dat voor Amerikaanse coureurs, IndyCar kampioenen die iets anders zoeken, om die kant op te gaan. Dus. Nou ja, en zeker omdat je ziet, hè, de Formule 1, Amerikaanse eigenaren, ja, meer races in Amerika, past dit er eigenlijk wel bij, zou je zeggen? Het past erbij, het is een mooie connectie die er had kunnen zijn. En ik denk dat het ook geen kwaad kan binnen de Formule 1 om een extra twee extra auto's erbij te hebben. Nee, daar sluit ik mij volledig bij aan. Toch nog even terug naar Herta. Hè. Je zei, ik heb het inhoudelijk niet zo gevolgd. Maar wat vind jij van die superlicentieregels? En het feit dat iemand die dus op zo'n hoog niveau ook gewoon races wint, schijnbaar niet goed genoeg geacht wordt, of weet ik veel wat het is, maar niet toegelaten wordt. Ja, ik vind het... Ik vind het wel een beetje grappig dat Formule 3 krijgt volgens mij meer punten of net zoveel punten als IndyCar. Ja, ja dat zou ook niet, ja, dat moet niet, eigenlijk niet kunnen. Alleen IndyCar is wel een organisatie die apart staat van de FIA. Dus zeg maar zo kan je wel iets verwachten als IndyCar zijn, want het is een eigen organisatie en het is niet FIA. Dus ik vind het zonde. Alleen, voor mij zal het toch niet heel veel doen, want mijn doel is toch om in de IndyCar te blijven. Ja, maar als jij dan even los van jezelf kijkt, maar zou dan het systeem anders moeten? Of zou IndyCar daarin gewoon hoger gewaardeerd moeten worden? IndyCar, ik denk dat je de punten wel even op moet schroeven. Gelijk met Formule 2 misschien niet, want het is niet de klasse onder de Formule 1, zeg maar. Het is niet het ladder-systeem, zeg maar. Ze willen mensen natuurlijk in de Formule 2, Formule 3 hebben. Maar ik zou tussenin de Formule 3 en de Formule 2 gaan zitten. Zo de punten doen en de kans geven. Je maakt al heel duidelijk, hè? Los van jezelf. Want volgens mij krijg je die vraag per jaar misschien 386 keer. Maar je bent er vrij helder in. Ik rij liever vooraan mee in de IndyCar met een kans om te winnen. Dan dat ik middenmoot of zelfs achteraan moet rijden. Ja, nee. Autosport. Het mooie aan autosport is, aan sport, competitie, is dat je kan winnen. Ja. Winnen is lekker. En als je alleen maar moet verliezen, of alleen winnen van je teammaat, dat is voor mij, is niet mijn doel. Dus uiteindelijk, in IndyCar kan het wel. Niet zozeer omdat het niveau misschien minder hoog lijkt vanuit Europa, aangezien de auto's langzamer zijn. Maar nee, het niveau is niet lager, maar de auto's zijn gewoon gelijker. En daar heb je gewoon, elk weekend ga je naar een race toe en dan kan je denken van, dit kan misschien wel het weekend zijn dat we voor de overwinning gaan vechten. En dat kan elk team, elke rijder. Dus. En dat is mooi. En het is net een beetje ruiger, wat jij volgens mij ook wel van houdt. Ja, het is karten voor grote mannen. Ja, dat is het gewoon. Het is, je zet auto's tegen elkaar aan. Het is ruig, bumpy. Veiligheidsregels, ja, de auto's zijn veilig, maar de circuits... maar uiteindelijk is dat wel mooi. Weet je, je hebt nog wel dat risico van... Als je eraf gaat, dan is je sessie klaar. Of misschien wel je hele weekend. Dus hoeveel durf je te pushen en hoe ver kan je gaan? En dan zie je toch wel een groter verschil tussen de parkeerplaatsen, de Formule 1 circuits of de Amerikaanse circuits, waar je mega hoogteverschil hebt. En natuurlijk ook gravel traps, gras of alleen een muur. Dus je ziet wel een groot verschil. Ja, in dat opzicht ben jij volledig op je plek, meer dan dat zelfs. Als we dan een klein beetje vooruitkijken naar 2023, wat zijn voor jezelf reële doelen? Reële doelen? Ja, ik denk dat we weer die top 8 in het kampioenschap vaak kunnen houden. Ik denk dat het gewoon nog reëel is. Ik denk dat het niveau iets zwaarder wordt aankomend jaar. Mm-hmm. Met Kirkwood die in de auto van Rossi gaat. En Rossi natuurlijk als extra auto bij McLaren. Dus ik denk dat er wel iets meer goede jongens bij komen. Natuurlijk Marcus Armstrong. Hij rijdt dan niet fulltime, maar hij zal wel een hele goede auto rijden. Dus het niveau is iets hoger. Ik denk dat als ik gewoon alles goed doe, dat die top 8 weer mogelijk is. En ik wil races winnen. Qua potentie in het team, hè, dit jaar met de sponsoring is er volgens mij een flinke smak geld bijgekomen. Kun je eens aan de mensen thuis uitleggen hoe dat nou in IndyCar precies in te zetten is? Hè? De Formule 1 is dat qua doorontwikkeling heel helder. Maar volgens mij weten mensen niet heel erg hoe dat qua IndyCar zit. Gaat het om extra mankracht? Gaat dat puur en alleen om de dempers? Hoe moet ik dat zien? Ja, extra mankracht zeker. En projecten, we kunnen gewoon meer projecten daardoor opstarten. Dus we hebben extra demperproject, we hebben
project gehad om het simulatormodel beter te maken en realistischer, zodat we daar meer uit kunnen halen. Dus en gewoon meer kunnen testen qua simulaties en betere systemen. Dus dat, daar wordt nu heel goed in geïnvesteerd. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel verandering gezien binnen Ed Carpenter Racing. Mm. In die drie seizoenen waar ik ben geweest. Dus ik zie het wel eigenlijk heel goed uit. En dempers, daar kunnen we toch niet omheen. Dat is toch de voornaamste vorm van ontwikkeling in IndyCar. Ja. Zit er in dat opzicht nog iets in het vat bij jullie? Nou, wordt constant aan doorontwikkeld, zeker. Het team is heel veel bezig met ook met simulaties en testen met de auto's. Dus eigenlijk alle testen die er naar gedaan kunnen worden buiten het circuit, zijn ze allemaal aan het doen. Dus daar krijgen ze veel informatie van. En we hebben nu al wat antwoorden op onze vraagtekens van afgelopen seizoen. Ja, want als we een klein beetje de diepte ingaan, correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het zo, als je kijkt naar teams van Andretti, zijn verschrikkelijk goed op bumpy circuits, hè? Heel hobbelig. Ja, klopt. Jullie zijn heel goed op circuits met heel veel grip, ook een speerpunt voor de Indy 500 natuurlijk. Hoe kun je nou precies die twee werelden bij elkaar brengen? Dat je zeg maar je zwakke punt beter maakt, maar dat het niet de kost gaat van de Indy 500, wat voor jou ook mega belangrijk is. Nou, ik denk gewoon meerdere dempers ontwikkelen, meerdere soorten dempers. Dus gewoon een Andretti demper voorop de bumpy circuits en een ECR demper voor op de high grip circuits zoals Barber in die roadcourse en zo. Dus ik denk als je gewoon een beetje een pakket creëert dat je kan kiezen, denk dat dat heel goed is. Wat is op lange termijn de potentie van het team? Wat zie jij in ECR Racing voor iets langer termijn? Ik denk dat ze wel een best of the rest kunnen worden. Ik denk aankomend jaar of het jaar daarna kunnen we wel echt wel, wat we nu ook een beetje hebben laten zien, pitstops zijn echt super goed geworden. Volgens mij waren we derde in de pitstop competition dit jaar, of derde of zesde. Maar in ieder geval, het was Penske, Ganassi en toen kwam ik volgens mij enige. Dus best of the rest natuurlijk met ECR. Dus ik denk dat er echt zeker wel in zit. Een beetje een McLaren à la IndyCar, zeg maar. Zoals zij in het Formule 1, hoe zij het in het Formule 1 doen. En, zijn we nog vergeten, toen we het hadden over jouw contractverlenging, maar wat mij ook wel een positief puntje lijkt, plus zou jullie verhaal zeggen, is namelijk de Indy 500, waar jullie altijd competitief zijn. Ja, en die denk ik met jou met stip bovenaan. Tuurlijk, die staat ook bovenaan. Dat is de race. Die kunnen gewoon echt. Ik heb 3 jaar de kans gehad om de Indy 500 te winnen. In ieder geval met een auto die snelheid had om dat te doen. Dus we hebben er echt de kans. En hopelijk kan ik hem ook op pole position zetten als we een klein beetje extra Chevy power krijgen. Dan is voor jou niet 3 keer scheepsrecht, maar 4 keer scheepsrecht in 2023. Tot slot, eerst nog een uitstapje in januari. Want de volgende keer dat we jou weer terugzien, willen we natuurlijk met een Rolex om de arm zien. Hè, die jij gewonnen hebt in de Daytona 24. Dat is het doel, zeker. Ja, die kwamen 7 seconden tekort na 24 uur afgelopen jaar. Dus nu moeten we hem wel overdoen. En natuurlijk, je doet niet mee om tweede te worden weer. Hoe schat je de kans in? Een goede kans hebben. Ik denk dat we echt een sterke line-up hebben. We hebben een hele goede zilver. Onze brons is ook echt snel. En Mikkel Jensen, nou, dat is wel een bekende naam in de endurance wereld. Dus die rijdt nu volgens mij in de hypercar met Toyota. Peugeot. Ja. Maar in ieder geval, dat is gewoon een hele goede coureur. Dat is gewoon echt de top van de endurance wereld. Dus het is een goede teammaat om te hebben. En ik denk dat we echt mooie dingen kunnen laten zien. Droomscenario als wij jou hier volgend jaar weer zien. En dan een klokkie en een ring. Dat zou het wel klokkie en een ring. Ja, dat is een hele mooie. En een gezicht op een beker. Kijk, dankjewel. Ja.